is hier gebeurd? Nee. Knol Power. Hallo dames en heren en superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben in het prachtige Malaga, Spanje. En ik ga het hotel verlaten omdat we even naar het centrum gaan. Of nou ja, even. We gaan daar nu heen. En wij gaan onder andere lekker shoppen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Maar we gaan ook gewoon eventjes de buurt verkennen. Oh, en kijk wat ik daar zie, een poesje. Kijk daar, D. Die is veel schattiger. Kijk dan. Hey, poesje. D is helemaal gek van poesjes. Oh, deze is zo mooi en klein. Hey, en heel snel. Doei. Hier hebben we er nog één. Misschien wil die wel geuit worden. Hey, wat ben je mooi. Je komt naar mij toe, hè? Ja, dat snap ik wel. Snap ik wel dat je naar mij toe komt. Ja, goed zo. Ja, ik ben een echte pussy destroyer. Oh, lekker ding. Ik hoop niet dat sok jaloers is. Ik denk het wel, hoor. Sok, sorry. Niet sok. Kijken, Sok, niet kijken. Niet kijken, spoel even door, Sok. Nee, oh, nee. Oh, hij rijdt er langs, yes. Oh, wat is hier gebeurd? Nee. Oh, dit is zo sneu. Oh, dit is zo ontzettend sneu. Dit is echt heel erg. Oh, holy shit, dit is echt heel heftig. Wow. Er ligt hier dus een poes. En ja, het ziet er echt veel te heftig uit. Nou, dat was een beetje een rare overgang. In één keer van, hey, lief poesjes aaien naar eentje die gewoon daar dood op de weg ligt. Het was echt een heel erg treurig beeld. Maar ja, ik ben een beetje sprakeloos. Dit is het station. Met deze trein moeten we. En als we deze missen, moeten we 20 minuten wachten. En dat moeten we waarschijnlijk, want we moeten nog een kaartje halen en alles. On the way to being free. Ziet er lekker uit. Hebben we gewoon tapas. En voor de mensen die niet weten wat tapas is, dat zijn allemaal hele kleine gerechten. En daar hebben we 16 stuks van besteld. Heel eventjes lekkere pauze. En dan gaat straks het shoppen beginnen. Maar we gaan nu eerst even lekker eten. We hebben nog een bord gekregen. Oi, oi, oi. Wat gaan we eens proberen? Wat is dat? Geen idee. Gewoon eten. Is het lekker? Ja? Ja, oké. Okay, nou, prima. Gewoon eten. Ik heb ook geen idee wat dit is. Van jou, no? Dit is met kip. Oh. Lekker. Wat gaan we kopen, D? Een spons van deze meneer. En dit is iets van een suikerspons. Gracias. Gracias, adios. Een suikerspons in de kleur zwart en roze. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat smaakt. Je zou eerder denken dat je dit gewoon gebruikt om je lichaam schoon te maken onder de douche of zo. Oh, daar gaan we. Neem jij de zwarte, neem ik de roze. Daar gaan we, ja? 1, 2. Wow! Dat is harder dan ik dacht. Ja, bij mij ook.
Oh, wel lekker. Het is gewoon pure suiker, joh, gek. Kan je zo je koffie doen? Zo, inderdaad. Ik ga voor roze. Roze voelt dat veiliger dan zwart of zo bij dit soort dingen. Het ruikt wel goed, hè? Ja, dit is echt puur suiker gewoon. Het is gewoon puur suiker. Dit is inderdaad super leuk voor bij de koffie. Dat je gewoon zo'n bakje hebt met allemaal van dit. En dan wil iemand suiker hier, neem maar. En dan zo dan hop zo'n koffie. Dit soort stukjes van maken, denk ik. Ja, je moet hele kleine stukjes. Want als je dit in je koffie gooit, dan is er heel veel suiker in. Ja. Nee! Het blijft gewoon drijven. Ja, dat is goede koffie. Dan blijft het gewoon op. Oh nee! Maar als het moet het dan ook smelten, toch? Suiker, dat smelt gewoon in eten dus. Ja, maar niet in het schuim. Als hij dieper is wel. En hoe smaakt koffie? Vies, hè? Ja. Heel veel mensen vinden koffie niet lekker. Komt nog wel, Quinn. Later vind je dat misschien wel lekker. Ik vind het ook niet lekker. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nee, jij hebt lekkere chocolademelk. Wat voor naam hebben ze erop gezet bij jou? Die. Een D en een I. Dat staat voor die. Ik zeg die, want dat is D dan in het Engels. Als Engelsen mijn naam uitspreken, zegt dat die. Dus ik dacht, ik zeg die, maar toen is het iets te letterlijk genomen. Eerst zei ze nog Lee. Dus dat zal ze uit kijken, weet je, want Lee is wel gewoon een Chinese naam. En ik zie er niet echt uit als een Chinees. Dus nou ja, uiteindelijk is het die geworden. En ik heb dit al vaker tegen jullie gezegd, maar elke keer als ik zeg Enzo, krijg ik Angel. Ze vinden me er toch uitzien als een Angel. Zo lief. Zeker met die snor. Ze pesten me om mijn snor. En terecht. Waarom? Ik snap het niet. Yo, deze sokken zijn wel echt super tof hoor. Moet je even kijken. Vooral deze. Kijk hoe vet die is. En deze ook wel tof. Wel een beetje een boze kerstman dit. Wel stoere kerstmans, allebei tatoeages. Dit is de bling bling sneeuwpop. Jongens, Enzo die is lekker aan het passen. En zijn nieuwe outfit komt er nu ongeveer aan. Ja, dames en heren, het is de sexy Steve Jobs. Even een foto van Steve Jobs hiernaast. Wie draagt hem beter? Jij. Nee, Steve Jobs. Je kan niet tippen aan Steve Jobs. Steve Jobs. Hé, ik word gebeld. Hey Nick. Zo, dit is toevallig. Ik had mijn telefoon op stil en ik maakte een grapje met mijn telefoon en nu heb ik aan de lijn. Dit is zo fijn om te doen, hè. Let op. Je denkt dit is een volledig gouden tasje, maar nee hoor. Oh, het wordt in één keer zwart. Dit voelt zo fijn om te doen, hè. En dan weer in één keer goud maken. Hoppakee. Het is magisch, mensen. Dit kan ik echt gewoon... Nou, de hele dag door is een beetje overdreven, maar ik kan dit best wel een tijdje doen. Vooral het weer goud maken. Het gaat heel soepel. Enzo die heeft weer iets anders leuks gevonden. En dat wilt hij even laten zien. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar volgens mij is het echt verschrikkelijk, of niet? Ja, het is... Ik ga nu voor het eerst kijken. Dat is toch apart, joh. Ik denk serieus dat ze in de oorlog niet hadden verwacht dat dit mode zou worden. Want dit is toch gewoon een soort van sergeant of zo. Ja. Een of andere hoge pief in het leger of zo. Ja, ik zou het zelf niet zo snel kopen. Maar het heeft wel wat, maar het is niet mijn smaak. Het was wel even leuk om aan te hebben. Weet ik ook weer hoe dat staat. Oké, okay, daar komt Quinn aan met een outfit waarmee hij naar Mars gaat. Een Marsmannetje ben je nu. Is net niks. Is net niks. Nou, het is gewoon niet je stijl. Nee, dat is het gewoon. Precies, hè. Nou, weet je wat het is met kleding? Ik heb het al vaker gezegd, maar je moet gewoon kleding aanpassen. Ook al zit je te twijfelen, ik weet niet of het mij staat. Gewoon aanpassen en dan zie je het vanzelf. En dit staat... Niet echt. Nee. Quinn en ik zijn de hele tijd aan het wachten op dateje. We zijn ongeveer in 5 vrouwenwinkels geweest. En ze hadden elke keer of geen mannenafdeling of ze hadden gewoon een hele kleine mannenafdeling. Dus wij zijn maar elke keer aan het wachten. Ja, niet eerlijk. Ja, dat is het risico als je met een vrouw gaat shoppen. Is het heel veel wachten. Maar hopelijk gaan Quinn en ik straks nog even iets vinden. Ik heb wel iets gevonden zoals jullie zien. Ik heb het nu aan. Ik vind het super tof. Zit ontzettend lekker. Vooral bij mijn keel hier lekker warm. En nu moeten we nog iets vinden voor Quinn. Ja, dat zou wel heel erg tof zijn. Maar het is hier wel super mooi. Het is nog steeds heerlijk weer, ook al schijnt de zon niet. Het is echt relaxed. En het is heel erg mooi, want je hebt hier zo'n hele grote koepel. En dit is dus één hele grote winkelstraat. Hola! 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 Everything okay? I see you too!
was there? My name? Enzo Knol. Yo, I'm from the Netherlands. I'm from Spain. Ze vragen waar ik vandaan kom en wat voor YouTuber ik ben. I'm a vlogger. I film my daily life. Yeah, I don't know. You can type in. Can you put it? I don't know how to write it. And you're Spain? Sorry? Ooh, oh, he's famous. Also a YouTuber. Gosh. Oh. Ze zien nu hoeveel abonnees ik heb. Sorry? Can we take a picture? Yeah, sure. Nu hebben ze mijn abonnees gezien en nu willen ze een foto. There you go. Thank you. Oké, okay, bye bye. Nice to meet you. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dan zeggen ze eerst gewoon hallo, hey, hey. En dan zien ze dat je zoveel abonnees hebt. En dan denk je, nou, dan moeten we wel even een fotootje mee maken, want weet je hoe cool? Jongen, jongen, ik heb dat ook wel eens op het strand gehad. Dan was ik in Spanje, was ik in de zomervakantie. Volle zomervakantie waren we op het strand, hè. Werden we allebei superveel herkend. Allemaal Nederlanders wilden met ons op de foto's. Gewoon fans, weet je wel, super tof. Dankjewel daarvoor. Want zonder jullie dan konden wij dit niet allemaal doen. En toen kwamen er ook gewoon in één keer buitenlandse mensen. En toen vroeg ik een keer van, heb je enig idee wie wij zijn? Nee, geen idee, maar we willen gewoon op de foto. Toen heb ik zoiets van, wat heb je dan aan die foto? Dan kom je thuis. En dan kan je laten zien van ja, ik ben met hem op de foto. Kijk, niemand mama, weet wie het is. Ik ben met deze jongen op de foto geweest. Ja, oké. Okay. Okay. Dus. Ja, best wel bizar hoe dat gaat. Maar ik wilde in ieder geval aan jullie laten zien dat het dus een super mooie locatie is hier in Spanje. En dat het wel echt geniet is. Ook al staan we hier nu al een paar minuutjes weer. Maakt niet uit. Komt helemaal goed. Zolang we uiteindelijk maar naar huis gaan. Met een goed gevoel. En met een volle shoppingtas. Yeah! En nu de rode nog. Deze is super vet. Ook met die broek eronder. Ja, deze is echt heel vet. Toppie! Het uitzicht hier is echt geweldig. Het begint nu een beetje schemerig te worden. En ontzettend druk. Er gaat blijkbaar hier ergens kerstverlichting aan. Dus allemaal mensen die willen dat zien. En dat is mooi. Want die kerstverlichting is daarachter. En wij willen daarheen, daar zo. Want daar heb je blijkbaar een heel erg groot gebouw. Waar allemaal mannenwinkels zijn. Dus daar willen Quinn en ik even gaan kijken. Daar heb je allemaal stoere mannen dingen zoals motors en skateboards en minibikes. Oh, minibikes, Quinn! Minibikes, zo cool. En je hebt allemaal gruwelijke sportkleding en ga zo maar door. Dus hopelijk is het daar lekker rustig en dan kunnen we helemaal onze gang gaan. En palmbomen! Oh, wat een schattige palmboompjes. Dan weet je gewoon dat je op vakantie bent, hè. Met die palmboompjes. En kijk hoe cool deze graffiti is trouwens. Of graffiti, hoe noemen jullie dat? Graffiti, graffiti, kan allebei. We zijn er een beetje klaar mee, want de plek waar we net waren, de supergrote winkel, dat viel enorm tegen. Enorm tegen. Ja, daar hebben we niks gevonden. Helemaal niks gewoon. Dus dat is enorm balen en nu zijn we in een hel terechtgekomen. Echt in een hel, zeg dat wel. Ja, want als je hier werkt, ik heb echt medelijden met je. Wow, dat deed hij nice. Kijk eens eventjes al deze kleren. Holy moly, moet je kijken. Oh, kijk die stapels joh, dit is echt een chaos. Dat wil je niet weten. Alles ligt op de grond. Alles moet worden opgeruimd. En de rij waar we in moeten staan, want we moeten een koffer kopen, die is ook gigantisch lang. Dus dit gaat nog wel even duren. En we hebben na zo'n hele dag slenteren, hebben we last van onze voeten, benen. We hebben ontzettend veel trek, maar nog heel eventjes geduld. Oh my god, deze rij jongen. Oh, oh, oh. Moet je kijken waar we helemaal heen lopen, hè. Voor deze rij. Oh nee. Ai, 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 pijnlijk dit. De rij gaat dus helemaal zo heen. Terug. En dan gaat hij heen. Oh, wauw. Hey, ditje. We hebben het overleefd. Godzijdank. We zitten nu in een restaurant waar je onbeperkt kan eten van het buffet. En het ziet er verdomd goed uit, mensen. Ik heb hier kroephoek in 4 verschillende kleuren. Jullie kennen allemaal wel de witte. Maar ik heb ook de groene. Ik heb de roze. En ik heb de oranje. En proef je verschil? Nee, het is allemaal hetzelfde, maar het ziet er gewoon wat leuker uit. En ik heb zoetzure kip, dat is echt ontzettend lekker. En ik zou zeggen, eet smakelijk. En proost. Quinn ook nog even. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik heb het gered.
van het onbeperkt eten voor 13 euro per persoon. Dat was op zich helemaal niet zo heel duur. We hebben gewoon alles kunnen eten. Daarna moesten we nog wel 40 minuten lopen. Maar ik heb het gered zoals jullie zien, want ik lig heerlijk in bedje. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik vond vandaag weer echt een topdag. Blauw duimpje omhoog waard. Voor mij sowieso. Dus als jullie dat ook leuk vonden, doe dan zeker weten dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je op de hoogte willen blijven van alle video's die ik upload, druk dan even op dat notificatiebelletje naast de abonneerknop. Dan krijg je gewoon elke keer een melding als ik een nieuwe video plaats. Ik zie jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power! We'll be right back.